Ik heb in mijn breivideo deze week de wandjes gebreid. En ik ga ze vandaag met jullie haken. Zoals je ziet komt het op hetzelfde neer ongeveer. Alleen dat je bij de gehaakte versie niet echt een punt hebt, maar eerder een ronding. En nu moet ik enkel nog de boord doen. Ik ga jullie tonen hoe de boord gedaan wordt. En wat ik nog, en ik moet eindelijk eerst nog een beetje minderen, vooral voor de gehaakte versie. En dan ga ik tonen hoe we onze boordje doen. Maar dan ga ik met een ander bolletje ook tonen hoe we de punt doen. Ik ga beginnen met 3 vaste. En dan ga ik 2 vasten samen haken. Dan brei ik, haak ik 3 vasten. Dus ik ga er 2 samen haken. Wat doe ik? Ik steek mijn haaknaald in, ik haal een draad op, ik steek nog 1 in, ik haal een draad op en ik haak de 2 samen af. 1. En ja, deze kunnen gemakkelijk ook aangepast worden. Voor grotere kindjes. U maakt de cirkel een toertje meer. En u maakt de hoogte een beetje langer. En dat is het. Dus nu zijn de boordjes de steken gewenderd. Dus nu gaan we gewoon een toer stokjes doen. Om te kijken. Dus hebben we in principe 3 verschillende steken. De vaste, de halve stokjes en de stokjes. Want de volledige, dit stuk is volledig in halve stokjes gehaakt. En ik heb al gezien, vele van die patroontjes voor wandjes zijn allemaal zo groot dat babyverzeker zelfs geen bal kan vastnemen met die dingen aan. Dikke wol, lomp gemaakt. Ik vind dat het fijn en zacht moet zijn voor een baby. Of voor een klein kindje toch. Ze moeten toch voelen wat ze doen. Want ze leren constant.
Ik ben er bijna. En dan ga ik eindigen met een halve vaste. Dus je ziet, als jullie willen, kunnen jullie nog een beetje meer minderen. Want ik heb nu maar gewoon beginnen minderen. Maar ik denk dat onder twee steken beter zou zijn. Maar je moet nog altijd zien dat jullie zelf, of dat het handje erin kan aan de boord natuurlijk. Ik heb voor deze kant, jullie zien, hij is mooi recht. Hij loopt niet zo of zo. Heb ik de techniek gebruikt die ik getoond heb in een van mijn video's. Ik zal de link erbij zetten. Dus de ene steek, de ene toer, beginnen we, ik zal het snel tonen. De ene toer beginnen we onze eerste steek en dezelfde toer als onze ketting, zeg maar, en dezelfde steek. De andere toer slaan we die steek over en eindigen we wel heel dicht bij onze las. Maar ik ga de link erbij zetten, het zal makkelijker zijn. Dus nu gaan we voor ons boordje, want nu gaan we natuurlijk verder in reliefstokjes, dat het het effect geeft van een gebreide boord. Dus we haken één stokje normaal en één stokje in relief. En zo hebben we dan het effect van een gebreide boord. Hier heb ik ze steek overgeslagen. Dat mogen we niet doen. Dus je ziet, ik hoop dat u het kunt zien, dat er een relief in zit. Maar deze ga ik nu terzijde laten. Jullie weten hoe wat jullie moeten doen. Nu ga ik dus de punt tonen, maar ik ga hier eerst wat garen uittrekken, want dat blijft hier constant vastzitten. Oké, dus we gaan beginnen met de magische ring. We leggen onze draad over onze twee vingers en we leggen er hem nog een keer over schuin. En we halen, we steken onze haaknaald onder de voorste draad en we haken de achterste draad erdoor. En als het niet lukt met vier lussen en een halve vaste, heb je ook een ring. Dus we beginnen met 10 vasten in onze ring. En ik begin altijd, ik doe 5 vasten en dan trek ik hem al gedeeltelijk toe. En dat zijn er 10. En dan mijn halve vaste en dan trek ik hem natuurlijk helemaal dicht. En dan moeten jullie op het einde van jullie werk die steken of die draad goed vastleggen, dat hij niet kan lostrekken aan de punt. Dat hij eigenlijk wel dicht blijft. Oké, de volgende toer hakken we 1 losse en we doen 2 vasten in elke steek. Dus dan hebben we dubbel. Zie je, hij trekt nu al een beetje weer open. Maar dan legt u, dan trekt u dat goed aan en dan legt u het vast.
En de volgende keer, de volgende video, wordt het een mutsje. Maar ook voor een kleine baby dus. En daarna een truitje waarschijnlijk. En een broekje. Dan hebben we een volledige setje. En dat kan zowel door meisjes als jongens gedragen worden, zeker in de winter. En dan gaan we geleidelijk aan verhogen in maat. En andere dingen gaan breien voor baby's en voor kindjes. Maar dat gaan we afwisselen. Oké, dus ik heb 2 vasten in elke steek gedaan. Ik ga 1 losse haken. Ik ga 1 vaste haken. En dan haak ik er 2. Dan haak ik er 1. Dan 2 in dezelfde steek. Ja, en de muts wordt op dezelfde basis begonnen hoor. En we zien dat we geen steken overslaan. En dan doen we de volgende rij, de volgende toer. Doen we 2 vasten en 2 stokjes. En 2 in 1 steek. En dan krijgt u dit. En dan ben ik aan het kijken, want ik heb mijn notas beneden gelaten. Dan doet u een toer vasten zonder minderingen. Zonder meerderingen, sorry. Dus nu gaat u... Sorry. 1 losse. 2 vasten. 2 in 1 steek. 2 vasten. 2 in 1 steek. En zo gaat u verder tot op het einde. Dus dan doet u een toer volledig vasten zonder meerderingen. En dan gaat u verder in halve stokjes. En ik heb 11 rijen gedaan. 11 rijen, halve stokjes. Dan heb ik samen met jullie de rij vasten gedaan met de minderingen. En dan nog ons boordje. En dan is ons wandje af. En dan breien we of haken we ons tweede stuk, ons tweede handschoentje. En dan hebben we ons setje. Oké, veel haakplezier. En tot de volgende keer.